strijd tussen de DVD en de videocassette. En die lijkt nu al beslist in het voordeel van de DVD. Even wat cijfers. In de maand december werden er in ons land 150.000 DVD-spelers verkocht. Verder verwachten de videotheken dat ze dit jaar al net zoveel DVD's als video's zullen uitlenen. U als consument heeft de keuze blijkbaar al gemaakt. En wat de gevolgen zijn? Nou, die zijn groot. Een internationaal videokopieerbedrijf in Helmond die ziet geen toekomst meer in Nederland en heeft ontslag aangevraagd voor al haar werknemers. De reportage is van Martijn van der Wind en Gert-Jan Paul. De DVD is in. En de VHS is uit. Na jarenlange trouwe dienst is de trend ingezet. De VHS en de videorecorder leggen het langzaam af tegen de groeiende populariteit van de DVD. De videoband is geen partij voor de hoge kwaliteit in beeld en geluid van de DVD. Steeds meer mensen stappen over en dat merken vooral de elektronica-winkels. Je kan heel duidelijk zien, ook aan de reacties van onze klanten, als we ze later nog een keer spreken, men is ook echt enthousiast erover. Het is niet zo dat je een apparaat verkoopt, het valt wel mee. Nee, een klant is echt razend enthousiast over de kwaliteit van DVD. En dat zorgt ook voor die versnelde groei in verkopen. Terwijl de verkoop van DVD-spelers omhoog vliegt, gaat de omzet in de VHS-branche even snel omlaag. De eerste bedrijven in die sector moeten de deuren al sluiten. Zo ook Technicolor in Helmond. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het dupliceren van videobanden. Het bedrijf kan per jaar 50 miljoen videobanden kopiëren. Dit jaar verwacht men uit te komen op een productie van 30 miljoen. De terugval die wij constateren, niet alleen hier in Helmond, maar ook binnen Technicolor in Europa, heeft voornamelijk van doen met het feit dat inderdaad de DVD in opmars is. De hardwarepenetratie van de DVD wordt steeds groter, in West-Europa, ook in Nederland. Wat dus betekent dat inderdaad mensen minder VHS-banden zullen kopen en of huren. En vervolgens dus inderdaad meer DVD's. Het is mij bekend, meneer Philips, dat u niet graag prognoses geeft, maar misschien kunt u wel ten aanzien van uw eigen concern zeggen welk product in de naaste toekomst belangrijk zal worden. Nou, de kleurentelevisie is het al, zou ik willen zeggen. Ja. Maar ik geloof dat daarop zal volgen, inderdaad, de videocassette recorder. Kunt u die laten zien? Natuurlijk, kunt u die laten zien. Kijk, hier hebben we de cassette. Die werd hierin gedrukt. Doe een dingetje naar beneden toe. Dan wordt de knop on ingedrukt, dan zien we het rode lampje, dan zit de spoel goed en dan drukken we hier op play en dan moet het beeld heel gauw komen. Daar hebt u het al. En hier het geluid. Er zijn een paar belangrijke voordelen. Op de allereerste plaats heb je een perfecte combinatie van beeld en geluid. VHS heb je alleen beeld met een redelijk plat geluid, mag ik wel zeggen. Maar de dynamiek van het geluid zoals je dat in de bioscoop tegenkomt, kom je ook op de DVD tegen. Daarnaast is het zo dat DVD's vaak andere mogelijkheden bieden. Dus bijvoorbeeld een making-of filmpje op de DVD-schijf. Of interviews met de acteurs. En zeker voor de echte liefhebbers is dat een belangrijke toevoeging aan een DVD. Digitaal beeld en digitaal geluid. Extra menus en het zelf kunnen kiezen van de ondertiteling. De DVD heeft veel sterke punten. Maar voor het opnemen van je favoriete televisieprogramma blijft de videoband, de DVD, voorlopig nog de baas. Op dit moment is het nog zo dat je een speciaal apparaat aan moet schaffen, dat is de player. Die player kan alleen DVD's afspelen en die kan dus niks opnemen. En er is nu een nieuwe player, of er is nu een nieuw apparaat op de markt gekomen. Die kan beide opnemen en afspelen. Maar ja, die zit op dit moment nog op 1800 euro. Dus die kan nog niet de VHS-recorder vervangen. Dus op dit moment is het nog zo dat je een extra apparaat nodig hebt. En dat belemmert ook een aantal mensen om over te gaan op DVD. Hoe ligt het op dit moment met de verhuur van DVD's ten opzichte van de VHS? Nou, we zijn in no-tempo gegroeid naar nu zo ongeveer 30% van de omzet. De totale videotheekomzet wordt op dit moment voor 30% gedragen door DVD. En met name de tweede helft van vorig jaar groeide het heel steil, heel strak omhoog. En wij schatten in dat als die lijn zich voortzet, dat we in de loop van dit jaar de 50% wel eens zouden kunnen gaan benaderen.
Dat betekent dus dat in dit jaar het omslagpunt bereikt wordt dat meer mensen een DVD gaan huren dan een VHS-band. Nou, dat nog niet. Het zal ongeveer sam-sam zijn, zeg maar, half om half. En we denken dat er dan een kleine consolidatie plaats gaat vinden, omdat een hele hoop mensen wachten op die writable DVD-speler. De statistieken van de grote producenten van videorecorders en DVD-spelers laten eenzelfde beeld zien. De verkoop van videorecorders in Europa is de afgelopen 2 jaar met een kwart afgenomen. Terwijl de verkoop van dvd-spelers over dezelfde periode bijna is verdrievoudigd. Dit jaar zou wel eens beslissend kunnen zijn voor de VHS. Wat wij zien is dat de dvd een enorme groei doormaakt. Vergeleken van 2001 naar 2002 is de algemene voorspelling dat er een groei is van 50%. En wat we zien in de videomarkt is dat wij verwachten ongeveer een 15% op jaarbasis terug te vallen. Ja, dat is niet zo best als ik dat hoor voor de VHS-sector. Nee, de videosector staat onder enorme druk. Niet alleen Technicolor, zoals al gezegd, maar ook de Europese markt. En Technicolor heeft 30% van het marktaandeel. Dat willen we graag zo houden. Maar we zijn gedwongen als Technicolor zijnde om inderdaad de zaken te herstructureren. En dus zal de oude vertrouwde videoband op de duur uit de huiskamers verdwijnen. Van Teeseling staat niet lang stil bij het nostalgische gevoel over de teleurgang van de VHS. Oh ja, zeker wel nostalgische gevoelens, maar dat heb ik ook bij mijn eerste fiets. Ik geniet nu van de technische mogelijkheden van vandaag. En ik geniet gewoon meer van een film die via de DVD-speler tot mij komt dan van een VHS-speler. De dynamiek in geluid, de mooie strakke beeldkwaliteit. Ja, dat doet echt meer genieten dan alleen de VS. Het is in 2 vandaag nu tijd voor een uitgebreid weerbericht. Hier is Marion de Hond. Het wordt erg onstuimig en ook nog eens erg nat. En de veroorzaker is een lage drukgebied. Dit was overigens het lage drukgebiedje wat vannacht passeerde met behoorlijke windstoten. Maar op dit lage drukgebied, daar zit ook een heleboel wind bij en ook een heleboel nattigheid. Flink wat regen, misschien wel meer dan 10 mm op sommige plaatsen, misschien zelfs wel 15. En inmiddels is Nederland verdwenen onder de bewolking. Maar kijk je verder in Europa, is het eigenlijk prachtig weer. Vooral hier in het oostelijk deel van Europa. En op een andere satellietfoto, waar we wat meer detail op zien, zien we dat eigenlijk nog beter. Flink wat zonneschijn, maar hier in de Adriatische Zee en in de Po-vlakte nog steeds die hardnekkige mist. En die hangt er eigenlijk al dagen. Weet eigenlijk maar vegen van geen oplossen. En verder regen in Portugal, in het noordwestelijk deel van Spanje. En dan zo richting onze omgeving. Want bij ons wordt het dus de komende 24 uur, in ieder geval vanavond, vannacht en morgenochtend ook erg nat. Want op dit moment regent het ook al flink in Groot-Brittannië. En de veroorzaker is dus een lage drukgebied. En nu regent het dus al in het westen van het land. Maar die regen die gaat zich geleidelijk aan over de rest van het land uitbreiden. Ook vannacht kan het flink plensen. Morgenochtend dan kan het in het westen alweer droog worden. Maar vooral hier het zuidoosten blijft nog lang last houden van bewolking en nattigheid. En echt veel zonneschijn zal er morgen ook niet zijn. Misschien later op de dag dus op de Wadden en misschien aan de westkust eventjes. Nog even terug naar een satellietfoto van vanochtend 11:30. Toen scheen de zon nog af en toe. Het was een beetje een flat zonnetje ook af en toe. Maar al vrij snel kwam er vanuit het zuidwesten dus steeds meer bewolking. En inmiddels is Nederland dus helemaal verdwenen onder die bewolking. En op de radarbeelden zien we dat ook. Het ziet er allemaal indrukwekkend uit. Maar deze neerslag bereikte vanmiddag de grond nog niet. Maar inmiddels is dat dus wel gebeurd. Vooral hier in het westen, in Zeeland, langs de westkust. En ook hier op de Wadden, op Vlieland, Terschelling en op Texel. Daar regent het op dit moment ook af en toe. En dit gebied breidt zich alleen maar verder naar het oosten toe uit. En dat betekent dat het ook een regenachtige nacht wordt. Het kan soms flink doorplensen. En de wind die gaat een belangrijke rol spelen. Want aan de zee gaat het stormachtig waaien. Windkracht 8 uit een zuidelijke richting. En net even verder op zee, net even buiten de kust zelfs, daar kan het zelfs stormen. Windkracht 9. En dat is ook op de Wadden nog even mogelijk. En morgenochtend dan verdwijnt het neerslaggebied naar het oosten toe. In het westen wordt het dan in ieder geval al droger. Misschien dat daar later de zon even doorbreekt. Maar ik denk dat Limburg nog vrij lang last heeft van bewolking en regen. En met 11 graden is het nog steeds heel erg zacht. En het blijft overigens wel stevig waaien uit een zuidwestelijke richting. En de rest van de week, het blijft eigenlijk wisselvallig. Dat betekent dat af en toe de zon wel zal schijnen. We hebben ook best mooie momenten, maar het regent ook af en toe. Soms veel wind. En woensdag en donderdag verlopen tijdelijk even iets minder zacht. Het wordt iets kouder met temperatuur van 1 graad of 6. Maar daarna, dus vanaf vrijdag, het blijft wisselvallig. Maar het zachtere weer lijkt in ieder geval dan weer terug te keren. Het is tijd voor reclame. En waarom belt u via Tele 2? Ja, bij Tele 2 betaal je veel minder.
Hoezo? Is er een betere reden dan? Bij Tele 2 is internationaal bellen veel goedkoper dan bij KPN. En ook het starttarief voor internationaal bellen is bij Tele 2 veel lager. Bel voortaan ook goedkoper. Bel gratis 0800 1602. Tele 2, spraakmakend goedkoper. Prima finish van het kwartet uit Amersfoort. Maar dan nu dus Koen de Ridder, die het afgelopen jaar heeft moeten bouwen aan een nieuw team. Nieuwe vegers dus voor de postbode uit Groenlo. Kijken hoe die zich houden om... Tjongejongejongejonge. Dit gaat helemaal fout. Wat een drama. Voor iedereen die niet naar de Olympische Winterspelen gaat, heeft McDonald's nu 3 Olympische cheeseburgers. Al vanaf 1 euro. Hagel, onweersbuien. Morgen wordt het nog veel onophoudelijk gaat het regenen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Op heel veel plaatsen in Nederland valt 100 mm water in 24 uur. Dat zijn records. En dan die wind ook de komende dagen tot 130 km per uur. Dat is bijna net zo hard als die orkaan die nu de Canarische eilanden nadert. Dan kun je toch beter in Nederland zitten. BVNTV, nieuws onder de zon. En je moet nou. Thank you.